President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 13 maart 2024 een nieuwe raad van commissarissen en directeur bij de Centrale Bank van Suriname benoemd. Ricky Sudama is de nieuwe directeur. De RVC, opgericht volgens de nieuwe Centrale Bankwet van 2022, bestaat uit oude en nieuwe leden. De president benadrukte de onafhankelijke positie van de bank en wenste hen succes. Minister Kermeshant Raghubar Singh prees de zorgvuldige selectie van de leden. Governor Maurice Roemer riep op tot inspanning om het mandaat van de bank te vervullen. Na een korte leaserperiode keert de A340-300, genaamd Pride of Suriname, van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM, op 24 maart 2024 terug naar de eigenaar Lessor V2 Aviation uit Dubai. De vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam zullen daarna worden uitgevoerd met een Airbus A330-200 van Malet Aero AOC Limited met een grotere stoelcapaciteit. Suriname Airways werkt samen met verschillende partijen om weer eigen vliegcapaciteit te verkrijgen. Ze bedanken het reizende publiek voor hun steun tijdens het herstelproces. President Santokhi heeft tijdens een regeringsvergadering informatie ontvangen over de uitbetalingen van de koopkrachtversterking. Deskundigen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben de diversiteit van de ontvangers toegelicht. Sommige AOV-ontvangers blijken geen recht te hebben op de KKV, omdat ze bijvoorbeeld al een pensioen ontvangen van een particulier bedrijf of nog werkzaam zijn. Het staatshoofd benadrukt het belang van een rechtvaardige verdeling van overheidsmiddelen en streeft ernaar om met eerlijk sociaal beleid de kwaliteit van leven voor alle Surinamers te verbeteren.